gebruikt zijn ability. Er zijn nog 4 draken over. Warden leeft nog. Het ziet er nou uit alsof Team NL binnenkomt met de eerste triple van deze war. Wat ontzettende druk op Proc zet. En neemt hier met zijn kampioen de laatste defenses weg. Dat betekent dat voor Proc binnenkomt met een 3-ster. En ze zijn weer terug in de race. Proc staat weer voor. Met alle tweede kanten nog 1 aanval over. Met de enige triple van deze war. Zelfs al is de queen de verkeerde kant opgelopen. Heeft ontzettend veel value gekregen aan de buitenkant van de base. En op de juiste tijd zijn warden ability gebruikt. Waardoor alles in de core door de base heen wreckte. En pakt hier met 20 seconden nog over de triple for activity. En dat is het einde van deze war. Nog steeds RC ability die nu gebruikt wordt om een heel groot deel van de resterende defenses weg te nemen. En het ziet er zeker heel goed uit voor P.E.K.K.A. Dit ziet eruit als een triple. Zorgt ervoor dat Team Import hun leidende positie zeker flink versterkt. Heeft nog 1 freeze over. Wizardhouw heeft hij nog genoeg over. Dit wordt de eerste triple voor Sector 1. Ontzettend sterke Sui Lalo aan van Mambo. En pakt Sector 1 hier de eerste triple van de war. En komen daarmee ontzettend in het voordeel tegenover Pizza Hollandia.